begin met één mic, één beat, wie je als nummer 1 ziet. Murder was the case that they gave me. Als het vroeger een probleem en nog steeds zie ik eten precies. Murder was the case that they gave me. Geen met één mic, één beat, wie je als nummer 1 ziet. Murder was the case. Yeah, zware jongens, de game is zwaar voor ons. Ik kom een gram halen. Met kilo's dope teksten vul ik hele vrachtwagens. Wat? Het zijn bars, nigga, ik heb ze zat. Plastic tassen vol, ik vul elke kast met gemak. En nu kwam ik aan lines. Smoke mad green. De definitie van high. No flat screen. Ben de dope sensie around. Spit one piece van mijn grand. Welkom bij een nieuwe aflevering van POB Live The Judgment. Mijn naam is Alo Ali. Brainpower is in LA. Ik weet niet wat hij daar aan het doen is, maar ik ben hier vandaag. We hebben weer een battle. Mitch tegen Kipje Kopstoot. Een dope battle. Ik ben hier met vier legends uit de game. Kimo, Surya, Tim Beumers en Excellent. Vergeet je niet te abonneren voor alle gekke shit die wij te bieden hebben. Mitch tegen Kipje Kopstoot. Tim, wat vond je ervan? Ja, Kippie Kopstoot, twee rondes gechoked. Mm-hmm. En ja, het kwam er niet uit. Wederom, jammer. Het gevoel dat hij niet echt de tijd erin investeert om een normale battle neer te kunnen zetten. En dat is zonde, want hij heeft best wel een grappig gevoel voor humor. Ja. Dus je zou verwachten dat hij daar meer mee kan, maar ja, nee, tot nu toe niet. En dat is, ja, vind ik jammer. Kan je heel veel woorden aan vuil maken, of doe je niet. Mitch. Ja, Mitch. Oké, het ding met Mitch is, als je echt zijn bar zou analyseren, hij zegt best wel veel dingen die een soort van voor de hand liggen. Ja. Hij is niet degene die echt zijn brain gaat kraken om heel diep. Weet je, of hij doet dat wel en dan komt hij op dit uit, dat kan ook. Maar op de een of andere manier, als hij het zegt, is het gewoon grappig. Ja. Het is gewoon, hij kan zeg maar bij wijze van bars pakken van iemand die kut is. Maar als hij het zegt, is het wel goed. Stel je voor dat Mitch de bars van Zafko had. Ja, had gewoon gekund. Ja. Maar hij zegt bijvoorbeeld op een gegeven moment, wat is de overeenkomst tussen een Marokkaan en kippen? Allebei pikken. Nee, allebei de rassen pikken. Ik denk, kip is helemaal geen ras. Wat de fuck heb je daarover? Hij zegt, ik ben van een ras kip. Ja. Zo, maakt niet uit. Ja, dat was gewoon grappig. Het menselijk ras. Ja, maar het kippelijk ras, even eerlijk. Nee, maar het is een dier. Je snapt het, maar hij zegt het en hij komt ermee weg. Ja. Maar ik weet niet, man. Ja, weet je wat het een beetje is? Hij zegt ook dat hij is een Mogol, weet je. Nou, dat zegt hij zelf ook. Hij is in ieder geval verstandelijk een soort van beperkt. Maar omarmt hij ook? Ja, ik heb hier opgeschreven, maar hij heeft nou een paar battles gedaan waarbij we hem volop props geven. En het lijkt wel een soort van alsof zijn onzekerheden wegvallen. En nou heb je een soort van super downie gecreëerd. Het is een soort van een mongol. Maar je hebt hem volop props gegeven. En nu is hij een soort van super mongol. Weet je, hij gaat gewoon. Maar hij is zich wel heel erg bewust van wat hij doet. Ja, hij maar. Niet zomaar van je. Nee, maar hij is zich bewust. En de props erbij geven hem zeg maar die ruggensteun om nog harder erin te gaan. En nu wordt hij ook. Hoe ga je. Moeder, Marokkanen en moeders, is best wel een gevoelig ding. Je komt gewoon met hoofddoek op over deze kegwa. Dude, daar ging echt hard in. Dit is ik heb echt van. Terug te blikken, man. We gaan even terugkijken naar dit moment. Derde ronde, Mitch, let's go, man, let's go. Sahelekum sahbe. De moeder is een kegwa toe. Ik zeg duintje mek. Tegen die hoofddoek dragen de zinnen. Ah, weet je op wie jouw moeder lijkt? Asabe! Ruïne! Ewa woesum! Zulke kechbaas geven mij wil snoen. Dus ik trek die theedoek van haar hoofd. En ik laat haar de afwas doen. Oh. En door dat grote hoofd van jou lijkt je moeders vagina vertrapt. Het is een groot gapend gat. Ik heb gehoord dat zelfs Osama Bin Laden daar verborgen zat. Nou ja, dat bedoel ik dus. Ja, schreeuwelijk. Ja, en het is een soort, weet je denkt, gaat hij daar? Hij gaat daar. Oh, hij gaat daar schreeuwend. Oh, hij gaat daar hard schreeuwend met wijzen. Zo, oh, weet je, maar... Het is gewoon leuk. Hij is gewoon je boze knuffeldownie. Kan het is gewoon leuk. Kan je hem nog herinneren bij zijn auditie? Hoe awkward
en raar en slecht die eigenlijk was en hoe die zich nu heeft weten te verbeteren. Ja, maar dat valt weg doordat hij zeg maar bevestiging krijgt van dat hij goed bezig is. En dan zeg ik, we created a retard monster. Ja. Dat is eigenlijk een beetje wat nu gebeurt. En hij support that. Kan hij een top tier battle? Ik denk het wel. Ja. En hij gaat het nog belachelijk maken ook. Excellent, wat vond jij van? Ik vind Mitch the King of Delivery, man. Ja. Weet je, het geluid was niet voor iedereen even optimaal of zo op bepaalde momenten, maar wel bij Mitch helemaal niks van te werken. Ja. Hey. We werkten. Helemaal achterin verstaan. Ja, bij die mic er al niet nodig. Dus ja. Precies. Ja. Dus ja, ik heb al lang gezegd, ik vind Mitch keifokken af. Ja. Over. Ja, we houden op. Over Kippy Kopstoot gesproken, hij is los van POW is hij ontzettend populair. Hij heeft alleen al op Facebook meer dan 50.000 volgers. Wat maakt hem zo populair? Kan je dat ook op podium zien? Hij maakt filmpjes van. Hij is een BM'er, bekende Marokkaan. Hij is. Ja, weet ik niet. maar hij is wel likable als dude. Ja. Als je ook gewoon naast battles met hem praat, hij is gewoon grappig. Je kan met hem lachen, hij heeft een persoonlijkheid, hij heeft een leuk gevoel voor humor. Weet je. Ja. Dus ik kan me goed voorstellen als je hem volgt op social media, dat het gewoon leuk is. Ja. Alleen dat betekent niet dat het gelijk vertaalt naar goede ronde. Misschien is hij zo bezig met andere dingen, dat hij niet echt de tijd heeft om echt optimaal voor te bereiden op een battle. Precies. Want het is helaas weer vandaag niet allemaal leuk. Hij is ook bekend geworden door mensen te lullen. Mensen te dissen, daar is hij bekend mee geworden. En dacht dus dat de stap naar Punch-Out dan een logische stap was. Ja, zou ik nog denken, maar. Maar komt het eruit? Nee. Nee, het is niet uitgekomen. Je ziet weer de potentie, maar ja, zoals ik al gezegd, we zijn al voorbij de potentie veranderd. Precies. Dus we gaan je niet echt beoordelen op wat de fuck je nu gekookt hebt. Ja. Leuk dat je ingrediënten hebt, maar wat heb je vandaag gekookt, daarom gaan we nu beoordelen. Ja. Alright. Kimo? Ja, ik sluit me daar een beetje bij aan. Kopstoot, weet je, het is een likable guy. Hij is vorige keer best wel hard onderuit gegaan. Ik had echt verwacht van Opion. Hij komt nu terug en had ik wel verwacht dat hij daar echt vol voor zou gaan. Ja. Maar hij heeft 3 rondes volgend show. Ik vond het echt jammer. Ik had echt verwachting van deze man gaat terugkomen met een vengeance. Hij gaf ook aan hongerig te zijn. Maar kijk, misschien weet je. Het kan zijn dat het aan een voorbereiding ligt, het kan zijn dat je gewoon niet tegen de druk kan, of dat je te hype bent, maar hij bracht het gewoon niet. En Mitch is mijn favoriete Mogol. Hij ging liggen, hij had inderdaad niet de meest doordachte lijst, maar hij brengt het lekker. Dan zou ik van wat is Redouan met een bomgordel, een plofkip. Een plofkip, ja. Wel nice. Hij zegt, met je behaarde vriendin zit het wel snor. Yeah. Ik hou van die man zijn zelfspot ook. Nou, de theedoek is er al aan te pas gekomen dat hij zeg maar zijn madrena deed met een theedoek. Op een gegeven moment, ik trek die theedoek van haar hoofd, ik laat hem de afwas doen. Ah, hij kent geen grenzen. Het is gewoon lekker over de grens, lekker onder de grondel. Ja. Het is helemaal niet ingewikkeld, maar hij brengt het gewoon lekker. Ja. Dus die man was hype as fuck en hij support tegen mij. Ja. Ik ben helemaal down met Super Down. Surya? Ja, eigenlijk is wat Mitch nu heeft laten zien, is ook wat Kippy Kopstoot had kunnen laten zien. Precies, een, ja. Een vette delivery, een bepaalde persoonlijkheid. Ja. En je ziet zo, ik ga waarschijnlijk wel over hoe die vlogs er dan uitziet. Wat die doet. Ja. Ik heb het idee dat wel lachen kan zijn. Ja. Precies. Maar als je dan zegt van ja, vorige keer had ik me niet goed voorbereid en toen heb ik mijn tegenstander onderschat, nu doe ik dat niet meer en dan zing later choke je en dat doe je in alle 3 de rondes. Dan valt er niet zo heel veel meer over te zeggen. Dus ik denk dat ik daar ook nog. Ja, ik kan er ook niks over vertellen. Ik weet niet dat hij iets kan. Ja, over wie we wel iets kunnen vertellen is Mitch. Ja, Mitch die heeft gewoon zijn imago wat hij had en wat mensen op hem hebben geprojecteerd, heeft hij het helemaal omarmd. Heeft hij helemaal eigen gemaakt. Ja. En heeft hij uitgewerkt. En ik denk dat we een beetje tekort doen als we zeggen onze favoriete Mogol. Want hij weet heel goed hoe hij het neerzet en hoe hij zijn image. hoe hij dat concept compleet maakt. En de bars zijn niet altijd. Even 100% daar waar het moet zijn. Ik had ook hier op een gegeven moment gezegd: nodeloze agressie, veel te boos, haha. Nou, dat was dus. Heel goed dat ik zelf ook haha op zei, ik weet, ik toen aan het lachen. Maar dat was inderdaad volgens mij dat stuk waar hij dan een beetje een soort van Marokkaans ging praten. Ik vond die imitatie trouwens niet extreem geweldig, want een beetje een rare. Maar goed, dat was zo boos en woede en haat. Dat je denkt van, het is wel grappig dat je dat doet. Maar ik vind het leuk dat hij toch nog wel een beetje subtiliteit ook erin houdt. Nou, de wervelwind Mitch was niet alleen in deze battle te horen. Hij kwam ook te pas bij de battle van Zwollenaar.
waar hij de volledige derde ronde overnam. Wat vond je... Tweede ronde. Was het tweede ronde? Ja. Okay. Maar ja, hij nam volgens mij een hele ronde. En jij zegt dat hij ook de winnaar van die battle was. Ja. Met één ronde. Ja, absoluut. Ja, ja, alright. Dope. Nemen we dat ook mee in de cijfers? Zijn nee. optreden bij Solana? Nee. Oké, okay. Nee. Puur deze battle. Ja. Laten we gaan naar de cijfers. Tim, wat vond jij van Mitch tegen Mitch een 8, Kippie een 4. Alright. Kimo? Mitch krijgt voor mij een 7 en Kippie ook een schappelijke 4. Een 4, alright. Mitch krijgt voor mij ook een 7. En ja, ik kan Kippie Kopstoot niet net zoveel punten geven als iemand die wel zijn 3 rondes vol heeft gespit. Dus die krijgt een 3. Een 3? Ja. Alright. Ja, ik had een 4 gegeven aan Brelek. Die heeft gewoon niet gechoked als hij zijn dingen gespit, gewoon voorbereid. Ik kan niet hetzelfde cijfer geven. Precies, oké. Excellent. Mitch 8. En Kippie 4,5. 2,8, volgens mij de hoogste cijfer van het evenement tot nu toe. We gaan door naar de gemiddelde, dus we zijn zo bij jullie terug. We zijn terug met de gemiddelde. Mitch heeft een 7,5, Kippie Kopstoot een 3,8. Dit zijn niet alleen de cijfers. Hey, we gaan gewoon door, man. We gaan gewoon door. Ja. Dit zijn niet de enige cijfers. Ook de cijfers die jullie hebben gegeven worden meegenomen. Vergeet je niet te abonneren voor alle gruwelijke dingen die wij te zien, die wij maken. Toch, Tim? Ja. Ja. En tot de volgende keer. Maar dit is toch leuk? Gewoon spontaan. Ja, toch? Nou moet je pas knippen.